basisinkomen is een heel ander systeem dan het huidige systeem. Als je nu wat anders wil doen met je leven, moet je eerst geld sparen, anders lukt je dat niet. Als je een nieuwe opleiding wil volgen, zelfs als je wil zorgen voor je zieke moeder één dag in de week, dan doe je dat niet. Met een basisinkomen krijg je de vrijheid om zelf te beslissen wat op dat moment het belangrijkste is in jouw leven. Er is een experiment gedaan met 2000 langdurig werklozen in Finland. Die kregen 600 euro, want zo hoog is hun bijstand. 600 euro basisinkomen, 2 jaar lang. Het bleek dat ze gelukkiger werden, dat ze fysiek gezonder waren en dat ze meer vertrouwen in de overheid kregen. Hoewel het bedrag dus precies even groot is. Maar het voordeel is, als ze dan een klein baantje vonden of een groot baantje, mochten ze 50% houden in plaats van alles in te leveren. Plus ze waren af van het betuttelende gezeur van de uitkeringsinstanties. En dat zorgde gewoon dat ze meer vertrouwen in de overheid kregen. Nou, dat is precies wat deze tijd nodig heeft. Er was trouwens nog één geweldig experiment in India. Daar kregen 8 dorpen kregen basisinkomen en 12 dorpen kregen het niet. En toen de onderzoekers een half jaar later terugkwamen, bleek dat de jonge vrouwen hun hoofddoek hadden afgedaan. En natuurlijk vroegen de onderzoekers, waarom ga je nu zonder hoofddoek door het leven? Nou, omdat we niet langer hoeven te luisteren naar de oude mannen in het dorp. We zijn nu onze eigen baas geworden. Dat is dus een heel belangrijk bevrijdend element van het basisinkomen. En dat is niet in geld uit te drukken, maar dat is echt, daarvoor moeten we dat basisinkomen invoeren.